Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over de Winged Eyeliner van San Filippo Cosmetics. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dit is een eyeliner pen met aan de ene kant een pen en aan de andere kant een stempel in een driehoekvorm. En dat is dan zogenaamd het einde van je wing. Dit soort eyeliner maken ze voor mensen die moeite hebben met wing eyeliners. Dus het zou in principe het makkelijker moeten maken om een winged eyeliner te maken. En ja, dat vinden we toch gewoon allemaal leuk als iets makkelijker wordt. Ik persoonlijk ben best wel goed in winged eyeliner zetten, al zeg ik het zelf. Omdat ik het gewoon best wel vaak doe. Voordat ik een YouTube deed was dat echt de enige soort eyeliner die ik überhaupt deed. Dus ik hoop dat dit het nog makkelijker maakt voor mij en voor jullie. En ja, we gaan gewoon kijken of dat echt zo is. Of dat het juist niet zo is en het juist moeilijker maakt. Dan kun je gewoon je geld besparen. Ben je hier benieuwd naar? Blijf dan gewoon even kijken. Nou, ik heb hier de eyeliner. Ik heb helemaal niks op mijn gezicht. Alleen mijn wenkbrauwen gedaan. Het is hier een beetje rood, maar ik heb net mijn wenkbrauwen geharst. Dus vandaar dat het een beetje rood is. Ik heb veel YouTubers gezien die zo'n soort eyeliner uittesten terwijl ze al zijn opgemaakt. En het gewoon niet werkt en ze hun hele make-up hebben verpest. Dus vandaar dat ik ervoor kies om het eerst te gaan testen zonder make-up. Zodat als het misgaat ik het er gewoon allemaal af kan halen. En we gewoon lekker kunnen oefenen en spelen. En als het goed gaat en het me eindelijk lukt, dan ga ik het gewoon opmaken en het zo weer opdoen. Mocht het niet lukken, mocht het een hele ramp zijn, ja, dan ga ik het gewoon niet meer opdoen. Dit is de Winged Eyeliner van San Filippo Cosmetics. Deze eyeliner is normaal 9,95 euro bij de Boozy Shop, maar nu is hij in de sale voor 7,95 euro. Dus hij is best betaalbaar. En het is niet op dieren getest, dus dat is ook heel leuk om te weten. En ik heb de tint stamp, ik ben heel benieuwd. Nou, zo ziet hij eruit. Ik vind hem wel er mooi uitzien. En aan de ene kant heb je de stempel en aan de andere kant de eyeliner. Ik ga het even op mijn hand doen. Nou, aan mijn hand te zien is hij best wel zwart, maar niet echt super zwart. En ik hou echt van een hele donkere zwarte eyeliner, maar wel gewoon zwart genoeg. Dus ik ga het gewoon proberen. Laten we gaan kijken hoe we dit doen. Ik ben wel iemand die gewoon goed eyeliner kan zetten, want ik doe dit echt bijna bij elke make-up look. Dus ja, dit gaat wel even oefenen zijn voor mij. Dit moet wel makkelijker zijn. Het is wel de bedoeling dat iemand die niet goed eyeliner kan opdoen, deze dus kan gebruiken om het makkelijker te maken en niet moeilijker. Op de Boozy Shop website, als je deze koopt, zie je ook een kleine soort van video waar een meisje laat zien hoe je dit moet opdoen. Ik heb die bekeken, dus ik ga het gewoon een beetje als haar doen. Nou, dit ziet er best goed uit. Hij is best wel nat, dus er zit veel op. Dat is wel fijn. Ik ga even kijken of ik het nou af kan maken met deze. Nou, ik vind er echt best goed uitzien. Nou, ik had niet verwacht dat het gewoon in één keer zou lukken. Ik heb andere video's gezien, niet van precies deze, maar van dit soort achtige stempels. En ja, het ging niet altijd echt heel goed. Ik vind die kant gewoon ook echt fijn. Dit is echt wel een pen die ik gewoon zou gebruiken. Ik vind het gewoon echt mooi. Nou, dit was dan het einde van de video. Ik ga de andere kant ook doen. Nou, die kant is ook gewoon best goed gelukt. Nou, ik weet niet wat ik hierover nog moet zeggen. Ik vind allebei de kanten fijn. En de stempelkant en gewoon de penkant. Ik denk ook dat dit het echt makkelijker maakt voor mensen die een beetje moeite hebben met eyeliner zetten. Vooral die wing. Je kunt gewoon de stempel zetten zodat je al het figuurtje hebt. En het enige wat je nog hoeft te doen is het af te maken en in te kleuren. Dus het is wel oprecht makkelijker. Het gaat ook best snel. De wing is ook gewoon niet te dik, niet te lang. Het is gewoon... Je kunt gewoon een mooie alledaagse wing eyeliner maken. Nou, ik dacht helemaal, ik begin zonder make-up, want dan kan ik oefenen, want het wordt vast een bende. En dan moet ik te vaak afhalen. Dit en dat. Nou, dus letterlijk in één keer. Deze kant ging wel iets moeilijker dan deze kant, maar dat is gewoon altijd. Want dit is mijn fijne kant en dit is mijn wat moeilijkere kant. Nou ja, weet je wat? Ik ga me gewoon verder opmaken en dan kom ik zo bij jullie terug. En dan gaan we deze weer opmaken terwijl ik ben opgemaakt. Nou, daar ben ik weer. Ik zie er nou een beetje raar uit, omdat ik me helemaal heb opgemaakt, maar nog geen wimpers en zo heb. En geen eyeliner, obvious. Maar die ga ik nou gewoon opdoen. Ik hoop dat het gewoon nou net zo goed gaat als net, want nou ben ik wel opgemaakt. Dus als het nou niet goed gaat, kan ik het er niet afhalen, want ik heb best wel veel oogschaduw op. Ik zal even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb NYX lippotlood in de kleur London, met een Manhattan lipstick in de kleur 200. Nou, ik ga nou proberen een wing te maken. Oh, dat moet wel echt goed gaan, want ja... Ik moet zo over straat. En ik moet nog een andere video maken vandaag. Nou, ik zet gewoon weer eerst de stempel. Nou, dat ging niet zo goed, want er is hier nou een streep. Ik weet niet hoe dat komt. Ik ga hem gewoon afmaken nou, met de eyeliner.
Kijk, er is hier nou, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar een klein zwart streepje. Dat was net niet, dus ik weet niet wat ik nou heb gedaan waardoor dat is gekomen. Maar ja, ik ga het er gewoon laten, want anders wordt het een bende. Als je je eyeliner doet, is het handig om eerst echt dun te beginnen en dan dikker te maken. Want je kunt altijd dikker maken, maar niet dunner maken. Dus als je dan in één keer zo'n hele dikke streep zet en dat is niet wat je wou, dan gaat het niet weg. Yay, het is gelukt. Het kleine streepje hier irriteert me wel echt, maar ja, maakt niet uit. Ik ga het nou bij de andere kant proberen, die altijd iets moeilijker is. Dus dit was de makkelijke kant. Nou, die ging wel in één keer goed. Wat ik net heb geleerd toen ik het had gedaan toen ik nog geen make-up op had, is ga niet twee keer stempelen. Want je gaat scheef stempelen en dan wordt het één grote stempel. Dus doe het gewoon één keer en klaar. Doe het niet overnieuw. Nou, ik ga hem even afmaken. Nou, de stempeldriehoekje is zeg maar best wel klein, dus het is wel echt voor meer een alledaagse eyeliner. Dit is geen alledaagse look, dit is echt full glam, dus ik maak de wing ook iets groter met de gewone pen. Nou, allebei de wings zijn af. Ik ben echt heel enthousiast hierover. Ik vind hem echt heel goed. De stempel is echt heel fijn als je een beginnende eyeliner make-upper bent. De gewone penkant is ook heel fijn. Dus als jij zo iemand bent van ja, nee, ik ga die stempel niet gebruiken, dan is gewoon de eyeliner pen ook heel fijn. Dus zonder de stempel zou ik hem ook aanraden. Ik heb niks slechts te zeggen. Deze punt is ook echt heel puntig. Dus dat is echt heel fijn, want dan kun je zo een mooie strakke lijn maken. Hij lekt niet. Dus ja, niks slechts erover te zeggen. Ik raad deze zeker aan. Ik ga me verder opmaken, mijn wimpers en zo, en dan kom ik zo terug. Nou, we zijn een beetje verder uitgezoomd. Ja, ik heb het al in de video gezegd. Dit is echt een goed product. Ik vind hem echt heel fijn. Zoals ik al zei, als je de stempel niks vindt, dan gebruik hem gewoon niet. De pen is ook ideaal. Ik denk niet dat hij heel lang meegaat, want pen eyeliners drogen heel snel uit. Dus, maar ja, de prijs is ook niet echt heel duur of zo. Dit product is mij trouwens aangeraden door een van jullie. Ik ben even de naam kwijt, maar als je dit kijkt, bedankt daarvoor. Zij had deze gekocht en wilde graag een review zien erover, want ze had online opgezocht en er was niemand die hier een review over had gemaakt. Dus ze vroeg aan mij of ik dat wilde doen, dus bij deze. Dus mochten jullie nog meer video ideeën hebben, laat het weten beneden in de reacties. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij mijn volgende video. Mijn video's komen twee keer per week, elke dinsdag en zaterdag om 1 uur. Doei!